Welkom bij De Garde van Gert, waarin Jan Buitaert vandaag zal bewijzen dat hij ook licht en gezond kan koken. Dat klopt toch, Jan? Wie heeft dat beweerd? Ja, nee, maar ik heb al een beetje gehoord wat je gaat klaarmaken en dat klinkt heel gezond. Het is zeer gezond. We gaan gewoon een heel assortiment mediterrane groenten roosteren. We gaan daar een stukje zalm geroosterd bij geven. Maar dan gaan we wel een klein mousselinetje met een beetje mosterd maken ook. En dat heet dan een... Dijonnaise. Dus eigenlijk, je hebt béarnaise. Het wordt altijd gebaseerd op dezelfde basis. De moedersaus, feitelijk, de oersaus, is een mousseline. Dat is een eiersaus zonder additieven. Dus niet met estragon of niet. En dan heb je inderdaad een béarnaise met estragon. En je hebt een dijonnaise met mosterd. En je hebt een choron met tomaatjes bij. En een hollandaise? En een hollandaise is gelijk een mousseline. Dat is ook natuur. Okay. Maar dan heb je ook nog dingen die niemand niet meer kent. Je hebt een vadoise. Dat is met een glas de viande, met een soort vleesjus bij. Je hebt een paloise, dat is met munt, dat is echt niet lekker. Maar dat hebben wij inderdaad allemaal moeten leren op het hotelschap. Proficiat. En ik weet dat nog. Ja. En onvoorbereid, hè? We wisten niet dat we dat allemaal ging graven. Dan ook niet meer. Hè? Wat gaan we doen? We gaan eerst die groenten grillen. En heel logisch, we gaan een grillpan opzetten, we gaan dat op één pan doen. En we gaan hetgeen dat het langste moet grillen eerst opzetten en stilletjes aan schuiven. En om een duur hebben we dan een pan vol, die lichtjes gaart. En waar ik dan een deksel op ga zetten. Een deksel, dat is goed, zodat de mensen thuis zeker niet kunnen zien wat we allemaal doen hier. We hoeven niet te weten wat er hier allemaal gebeurt. Dat grillen, gebeurt dat in olie? Of, Ja. We gaan die pan lichtjes inolieën. De glazen kommetjes, dat weet ik ondertussen al, die moet ik hier komen halen. Ja. Ik zet die pan al... Een fantastisch geëquipeerde keuken. Ja, dankjewel. Ik ben niet de eerste die dat zegt. Ja, absoluut. Ik ben er lang mee bezig geweest. Ja. Ik heb er al de vlam in gestoken. Dat is heel goed. Oh, artistiek. Ja, niet artistiek, hè. Dus... Zijn nu alle groenten geschikt om te grillen? De meeste. Ja, spinazie iets minder, denk ik. Voilà, zo zou ik dat zeggen. Kijk even naar de aard van de groenten. Hetgene die... Kijk, wat er hierbij ligt, simpel. Dat gaan we, als je er voor mij al ene... En in ringetjes graag. In ringetjes. In ringetjes, ik zal het liever tijdig zeggen. Ik denk dat ze zo ongeveer liggen ook in gaartijd. Het is vooral die een vinkel die een wat tijd nodig heeft. Dus die gaan we eerst doen. Ik vind dat wel... Dat vind ik zo leuk aan een vinkel. Je snijdt dat nog maar open en je bent al helemaal mee. Ja, aan ijs. Ja. Dikke ringen? Mag redelijk dikke ringen. Elegante ringen? Nee, dikke ringen. Dikke ringen, want we gaan dat grillen. Hè? Dus de overschot dat kunnen we nog wel gebruiken. Zo. Kunnen we nog allemaal lekker dingen mee maken, met hetgeen dat we hierover hebben. Maar we hebben aan twee schelletjes genoeg. Dat vind ik bijvoorbeeld ook zoiets, dat is dan toekomstmuziek, wat ik heel graag op een kookprogramma zou zien, hoe dat je overschotten verwerkt, hoe dat je dingen voor twee keren kunt maken. Ik vind dat heel, niet alleen fascinerend, maar ik denk ook heel interessant. Ja, en ook helemaal in deze tijdsgeest. Ja. Verspilling is uit een boze. Ik heb het slecht gedaan. Ik heb er wat dikker en wat dunner, maar zo, dat kan allemaal wel. Dat is zwaar om te doen. Dank u wel. Ja, voilà. Deze gaan we al hier leggen. Die uien... Die hebben ook wel wat tijd nodig. Ja, voilà. Als je die schilderen. Alle drie al eens aan twee kanten wilt schilderen. Die worden niet gekruid voorlopig. Ik kruid die straks op de pan. Voilà. Dat is een gerecht. Dat spreekt voor zich. Als je daar die zalm aflaat, is dat nog heel lekker. En is dat een gerecht dat perfect geschikt is, een vegetariër. Gegrilde groentjes. Gegrilde groentjes, ja. Ja. Maar dat is niet zo direct. Jawel, zeer licht, hè, en gezond. Vegetarisch vind je niet zo direct. Mijn dochter is vegetariër in die zin dat ze geen vlees eet. Ze eet wel vis. Dat vind ik al acceptabel. Ja, ik vind alles acceptabel. Er is nog keuze genoeg dan, hè, want dat is meestal het probleem. Ja. In veel restaurants is het toch nog altijd zo als vegetariër dat je
een open kom salaat krijgen. Ja, dat is spijtig genoeg waar. Ja, dus is uiteen aan het vallen met ringen. Dat is niks. Als je zelf zou moeten kiezen, vis weglaten of vlees weglaten? Oh, moeilijk. 5 jaar geleden zou ik absoluut gezegd hebben vis weglaten. Maar ik eet minder vlees dan vroeger. Maar als ik vlees eet, moet het wel iets speciaals zijn. Nou, vroeger aten wij thuis alle dagen vlees. Ja. Maar een kotelet of een worst of een dit of een dat. Ja. En vis was zeldzamer gewoon. En als het dan vis was, ja, dat was meestal zo kabeljauw of zo, omdat dat toen nog heel, heel goede koop was. Dat is ook gedaan ondertussen. Hè? Dus ja. Een hele chique vis geworden. Hè? Ja, maar toen was dat... Nu, moest ik echt moeten kiezen, ik zou vlees weglaten. Niet omdat ik mij heel graag vlees, maar ik vind dat je bij vis nog meer variatie hebt dan bij vlees. Ja, wel, voor mij het zou een moeilijke zijn. Maar het moet niet, hè. Moet het niet, hè? Ik krijg al een beetje stress dat ik zou moeten kiezen. Maar het idee alleen al. Nee. Maar ik denk dat wat ik zeg, dat er wel een beetje een algemene trend is, dat mensen minder vlees eten, denk ik, is maar een gevoel. Maar als ze vlees eten, dat het wel iets speciaals is. Ik vind dat ook een hele goede trend. We hoeven geen 250, 300 gram vlees voor een portie te hebben. Ik vind bijvoorbeeld 100 gram ruimschoots genoeg, maar wel een schoon stukje vlees. En lekker. En zo'n stukje rood vlees en een dry aged of zoiets. 100 gram. Allee. We meten met andere normen. Je bent al iets ouder, Jan, waarschijnlijk ook iets bezadigder. Veel. Voilà. Veel. Ik ben toch binnen oudste van de New Hampshire. Ja. Het is niet met de Johan. Maar dat zou er dus niet zijn. Niet met de Johan de Rauwe, dat zie je daar niet. Ik dacht wel dat dat Johan uw vader was, moet ik eerlijk zeggen. We gaan dat al eens draaien. Nee, nog even wachten. We gaan stilletjes aan die grillpan voor die zalm, hè, gaan we ook al opzetten. Mag die eventueel, gaan we dan deze zo draaien. En mag dan deze eventueel hier komen, zo. Ja. Okay. En dan gaan we die ook al wat in al hier, die pan. Zalm is wel een van mijn lievelingsvissen, moet ik zeggen. Ik mag ook graag zalm. Dat eet ik heel graag. Het is nu zo, we moeten daar realistisch in zijn. 99% van de zalm die we op ons bord krijgen, is gekweekt. Maar een varken en een rund zijn ook gekweekt en er is verschil. Er zijn die zilver, als je bijvoorbeeld die gekweekte zalmen hebt, wilde zalm, dat zijn zeer korte seizoenen in Canada en zo. Maar als je de gekweekte zalm hebt, van die sea logs, die dus feitelijk met enorme reservoirs in zee liggen, oh, die is fantastisch van kwaliteit. Zouden die dat weten, dat ze in een kot liggen? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Met de psyche van een zalm. Ik ben een man. Ja, ik denk daar allemaal over na. Ja. Maar dan gaat het stoppen met vis eten. Ik weet het niet. Maar ik eet bijvoorbeeld liever zalm dan tonijn. Maar veel mensen niet. Hè. Tonijn wordt toch aanzien als een iets hoger. Ja, ik ben ook niet. Allee, voor mij hoeft dat ook niet. Maar er zijn andere dingen waar ik wel. Verguisde vissen een beetje. Gelijk bijvoorbeeld pladuis. Dat kan zeer lekker zijn. Precies... Pladuis is toch helemaal nu de geur? Ja, pladuis is in omdat de instanties die dat moeten verkopen ermee rond ons oren slagen. Want het schijnt dat ze pladuis hebben. Het schijnt dat de Noordzee onticht slippen is omdat er zoveel pladuis is. Dus dat was het enige die we wegkrijgen. Dat is misschien een goede reden om toch wat pladuis te eten. Hij is ook goede koper. Hè, dan... Het is goedkoop, maar het is lekker. En je kunt er heel veel dingen mee doen. Dat gaat goed, hè? Want dat gaat goed. Cool. Is dat een vraag of een vaststelling? Of... Nee, dat is gewoon een vaststelling. Okay, en ik ga zorgen dat we dan ondertussen... Ja, dat begint zo stilletjes aan een beetje klein kleurken te krijgen. Ja. Maar ja, hier in het midden gaat uw pan wel harder. Dus ik kan eens zien met die paprika. Ja. Dan mogen die eventueel omdraaien. Ja, voorlopig. Dat mag toch zo wat bruin zien, hè? Dat mag een beetje bruin zien, dat is de bedoeling, hè? Dan mag ik nog wel blijven liggen. Ja. Zo. Dan ligt dat allemaal klaar. Heel goed. Een ontspannend dagje in de keuken vandaag, vind Colas, ik. Niet alleen gezond, maar ook volledig stressloos. Ja. Al die verhalen over stress in de keuken gezeten, dat is zo relatief. Er is toch wel wat stress in de keuken, hè? Wat had jij in je keuken zo een die zo iedereen uit? Ah, nee. Sorry, ik zou me daar zeer diep voor geschaamd hebben, moest ik dat gedaan. Maar dat is toch zo wat altijd bon ton geweest in de keuken? Dat is een heel verhaal. In onze jonge tijd werd dat inderdaad gedaan.
Ons oude chefs die riepen en die brulden en die gooiden met van alles. En feitelijk zijn wij dan met een generatie gekomen die gezegd hebben, dat gaan wij niet meer doen. Maar ja, maar ja die iedereen is hetzelfde. Het heeft ook te maken met stress en op een gegeven moment kun je misschien niet meer houden en roept iets en wordt iets boos. Of natuurlijk, dat voor ons, je hebt ooit genoeg bij ons getafeld, maar dat voor ons natuurlijk wel handig was. Jullie hadden een open keuken. Dus als je vloekte, moest het wel stilletjes zijn. Ik ga die zalm, die staat ook op temperatuur. Ik, ga die ik heb die gewoon op zijn geheel gelaten, peper en zout op. Het vel zit er nog op. Ik ga die even kleuren aan de ene kant. Ja. Dan haal ik die, draai ik die om op zijn velkant. En dan zit ik er een deksel op. Hè. En wat doen we dan? Dan zit ik er een deksel op. Ja, dan zit ik er een deksel op. Overal een deksel op. Waarom is er nu, misschien een stomme vraag, maar waarom niet eerst op die velkant? En niet wel, die... omdat ik hem wil gaan doorgrillen, garen. Het grootste stuk op de velkant, omdat dat droogt niet uit. Dat beschermt het vel feitelijk. Dus ik kleur hem nu even aan deze kant. Ja. Ik draai hem op zijn vel. Dat is precies hetzelfde idee dat je een magret de canard, dat je die eerst even op de vleeskant bakt en dan op de vetkant, want dan beschermt die vetkant terwijl het je braadt. Een beetje hetzelfde idee. En er zijn waarschijnlijk chefs die precies het andersom doen en daarop een goede reden voor hebben. Dat is gelijk die risotto. Dus zeg je, wat zegt die mensen nou toch? Je moet dat eerst op de velkant leggen. Maar als er één ding is wat ik hier ondertussen in de garden heb geleerd, dan is het dat. Dat elke chef een beetje zijn waarheid heeft en zijn wetten. Ja. Maar dat die voor een andere chef dan absoluut niet heilig zijn of net tegenovergesteld. Het is geen exacte wetenschap, absoluut niet. Over puree heb ik hier al zoveel verschillende dingen gehoord. Ah, nootmuskaat moet erin. Nee, dat is niet meer van deze tijd. Nootmuskaat, dit, dat. En uiteindelijk, ja. Ik weet maar één ding. Het compliment al eens terugdraaien. Hè. De puree die je voor mij al gemaakt hebt, die was wel geweldig. Dank je wel, hè. Ja, was... Plus, het is ook maar eten, hè, Jan. Ja. Nee, maar het mag open zijn, het mag vrij zijn. Hè. Het is geen exacte wetenschap. Hè. Ik ben nog opgeleid in de tijd van de ancienne cuisine, de Escoffier-keuken. Wel, wij kwamen dus echt in opstand tegen dat keurslijf dat die Escoffier-keuken. Ik heb zo een boek gekocht van Escoffier. Maar La cuisine, ja. Dus de oerboek, maar dat is niet te lezen. Hè. Ik verwacht dat daar recepten in staan, maar dat is niet door. En dan maakt hij receptuur en dan doet hij de plaat nog altijd een halve kilo truffels bij of zo. Dat soort dingen altijd. Dan moet jij nu, als jij nu volgende keer denkt, ik wil eens een halve kilo truffel meebrengen. Mag ik die dan meebrengen? Houd u niet in. En wil dan spreken we goed af, want dat heel gemakkelijk doen. Ik zorg dat die gewoon even in zout gegaard worden. En ga maakt een beetje van uw fameuze puree. En weten een hapje meer, puree. Meer moet dat niet zijn. Voor mij moet dat niet meer zijn. We weten we al wel wat we doen de volgende keer. Een zeer korte aflevering aan de garde van Gert. Dan zijn we hier op 5 minuten klaar. Ja. We zorgen dat we het goed te drinken hebben. Hè? Ja, absoluut. Ja. Maar is het nog altijd de basis van de keuken van vandaag, is koffie of niet meer? Volledig voorbijgestreefd. Ja, volledig voorbijgestreefd is verkeerd. Ik zal zeggen, bij kantoor, dan denk ik, die mensen allemaal... Volgens mij zeg je nu die paprika opzij aan het trekken, omdat er nog iets anders bij moet doen. Ongelooflijk. Als iedereen zo rap van aannemen was in de keuken. Ik vind dat we precies een soort gourmetavond om te organiseren zijn vandaag. En niet te pikant worden, hè. Want... Voilà. Ik moet gewoon plaats hebben om deze erbij te leggen. Nee, ik denk dat Escoffier... Dat is uiteindelijk ook gebeurd met de Fusion Kitchen en met de moleculaire keuken. Daar blijven, en met de Nouvelle Cuisine ook, daar blijven dingen van hangen. Er blijft een stuk van die techniek hangen, zowel van de Escoffier-keuken. Ik weet nog goed, in de grote tijd van de Nouvelle Cuisine, ik heb de onwaarschijnlijke eer gehad om samen te werken met Michel Gérard, dat de paus was van de Nouvelle Cuisine. En die Gérard die zei overal, les fonds de cuisine, c'est terminé. Wie gebruikte er volop fonds de cuisine? Michel Gérard. Dat is allemaal zo, zolang ik het weet. Je zalm moet toch nog een beetje rauw zijn van mij? Alleen ik kan die even draaien. Straks? Ja, dat is toch de bedoeling, hè? Als je dat goed vindt, tenminste. Ja, dat vind ik. Ja, dat is super. Het is niet zo werk, vind ik, als de zalm die zo... Ja. Te ver is. Ja. Wat ga je doen? Mag ik? Ja, doe maar. Het is uw programma hier vandaag. Ja. Voilà, ik zal er maar bij als decoratie. Ja. Dus als jij er een scheel wilt opzetten, dan is dat goed. Dat gaat allemaal goed. Ja. Dan gaan we ondertussen een beetje... We gaan Dijonais maken, hè. We gaan een beetje boter opzetten voor ons Dijonais. Daar is ook veel rond bij heel die mousseline, Jan. Soms wordt die boter er ijskoud bij gedaan, soms wordt er geklaarde boter bij gedaan. Soms
Allee, ijskoud ons... vind ik een ongewoon procedé. Niet, maar ik weet dat het gedaan wordt. Wordt maar gedaan. Het is ik heb ongewoon. Het al eens gezien. Geclarifieerd is de wij eigenlijk. Dat ja? Ze zeggen, eruit wordt gedaan. Alhoewel, geen gek doen, ik giet die er niet bij. Als je voorzichtig giet, blijft hij in de pan zitten. Dus dan moet je dat allemaal niet speciaal van eruit halen. Hoe giet hij er niet bij? Wel, je giet, je klopt je eieren op je pan. Ah ja, je bedoelt een gelat. En je giet je boter. En als je niet de brut giet, dan blijft die je wij... in de pan. En wat is het probleem als die wijn meegaat? Dan, dat is water. Dan wordt dat zeer dun. Maar nee, er zit toch smaak in? Dat kan toch niet anders? Nee, niet veel. Nee? Niet veel. Ah, okay. Nee, en dat is water. Dus dan wordt uw mousseline, uw basis zou zeer dun. Hetgeen dat ik bijvoorbeeld doe, dat is zien hoe dik is ze. En als ik vind dat ze iets te dik is, een heel klein beetje van die wijn erbij. Gewoon omdat je dat vast hebt, dat gaat gemakkelijk. Uw dikte wordt daar ook bepaald door uw verhouding van die dooiers? Dat wordt de verhouding dooiers-boter, hè. Maar ik moet zeggen, ik weeg dat niet af, dus ik schet dat ongeveer. Ja, maar ja, hoeveel keer heb je al mousseline gedraaid? Een paar keren al wel, ja. Al een paar keer, het zou maar eerlijk zijn. Ik ken natuurlijk dat vandaag voor de allereerste vandaag keer mislukt. Helemaal mislukt vandaag, ja. Maar dan moet er gewoon een deksel op zitten, Jan. En dan, dan ook al. En dan halen we die mousseline te schaven, dat mocht ook al niet meer. Ja. Dat waren al de dingen die zo leuk waren in het kookprogramma. Zeg, die vis, het gaat toch zeker niet te ver zijn, hè, Jan? Want ik word wel ongerust, moet ik eerlijk zeggen. Als ze nu straks de pan uitzwemt... Oh, je zet hem af gewoon, dat staat niet af. Ja, toch af. Okay. Nee, nee. Het blijft nog even warm, hè. Ja, op de groenten ook een deksel natuurlijk. Nu doe het ervoor, hè. Even scharen, hè. Heel even, doe het ervoor, ik zal het wel lager zetten. Dat is deze, hè, de boter, hè. Ja. Oké. Okay. Dan gaan we wat eierdoortjes bijeen klutsen. Een niet te groot pannetje. Dat is misschien nog... Ja, dat is misschien nog een nieuw programma. Koken zonder deksel. In plaats van zonder grenzen, zonder deksel. Kok zonder deksel. We gaan een eierdoortje of... Ja, dan moet je wel wat, je moet wel wat compenseren in de saus wat betreft nutritieve, ja. Anders gaan we zo akelig gezond worden. Nee, dat is dus een eierdoortje te veel. Ja. Kan geen kwaad zo, eigenlijk. Tegenwoordig hebben die thermomixers, daar wordt ook, kun je ook die mousseline mee maken. Hè? Ja, dat zijn allemaal ingewikkelde apparaten, Geert van naam en een tijd. Dus ik vind dat heel knap zijn. Maar, ik vind dat je er heel veel materiaal mee fout maakt. En dat in verhouding niet zo voor rapper gaat. Ja, maar ik kan me nog niet inbeelden dat jij altijd moest afwassen, maar goed. We zullen een thermomix afwassen. Ah, even, met anders doen we dat beeld. Er mag een heel klein beetje water bij. Hè? Dus echt. Zomaar wat voor even. Op, zo. Even, ja, want anders. Ja, gewoon om te zorgen dat uw eieren opkloppen en dat ze niet aanbakken. Het is dus inderdaad op uitdrukkelijke vraag van de klant dat we die zalm zo genomen. Dus die mag schoon rood zijn. Ja, maar ja, ik vind dat top. Ja, maar die is heel goed. Die groenten. Die zijn bijna zwart, denk ik. Ja, ik denk dat we. Ja, nee, die gaan perfect zijn. Ja, maar ik zou, ja. Ik stel voor dat we die afzetten. Ja, dan moet die gewoon even af. En dan deze, dat is ook klaar. Als ik zo'n mousseline thuis maak en dan moet die boter erbij, dat is voor mij... Ik heb maar twee handen, ik heb handen tekort. Hè. Begin toch maar twee handen, hoor? Ja, nee, maar ja, dat is... Allez, laat eens zien. Ik zie niet goed in weg. Ja. Met een inbreng van een derde dat is stress, hand, dat is stress, Jan. Ja, maar dan is er natuurlijk stress in de keuken op zo'n moment. Want je zegt altijd, er is geen stress, bij mij is er stress. Allee, hoe hoog moet dat vuur? Dan moet dat hoogst een half? Geef dat, dat is goed. Dat goed, is vijf. Een vijfje. Hè? Half. En natuurlijk die acht slagen, dat is wel handig. Ja, maar dat is geen acht, hè. Het is min of meer een acht, maar... Eigenlijk is het toch maar gewoon over een tweer en dan van links naar, en dan van voor naar achter, hè. Dat is geen echt? Nee, dat is een zet, volgens mij. Nee, maar als ik, kijk, ik ging eens een acht slagen en dacht, ja, dan moet ik zo een acht, dat is een acht slagen. Maar dat is het niet, het is toch maar dat en dan over een tweer gaan. Ja, maar dat is genoeg. Ja, ja maar dat is een acht slagen. Vier keer in je pan, vaderlijk, hè? Ja, maar dat gaat toch niet, dat kan niemand. Maar dat wel. Dat wel, dan kunnen dat toch? Ja, maar dat is een zet, hè. Ze moeten dat veranderen in die boeken. Oké. Okay. Dus je moet met de garde in een zet slaan. Niet een acht. Een acht kan niemand, dat gaat niet. Ja, dat kan wel als je er waarschijnlijk jaren op oefent, maar waarom?
Wat gebeurt er, Jan? We kunnen een heel klein beetje water bij doen. Ik denk dat op iets van lasten, dan ben ik gerust. Maar eigenlijk kunnen dan de mensen niet zeggen dat mensen, er zijn zoveel mensen thuis die willen dan graag weten. Ja, maar ik heb zoveel eieren. Hoeveel water moet daar dan bij? Zeg dan minstens zoveel milliliter, want mensen hebben graag hier aan vast. 4 eierdooiers, of dan zou ik zeggen, zo los aan het handje. 1/3 deciliter water. Voilà. Goed, hè? Voor veel mensen is dat belangrijk. Mensen hebben graag... Je moet dat op tijd afpakken. Een ei pakt aan 60 graden. Dat is belangrijk om te weten. En als je te ver... Dat moet opkomen. Dat is dat bij jong geweest, maar dat moet opkomen. En je kunt dat aan de bodem zien of dat begint te pakken. Als dat strijpen begint te bedekken, dat gaat rap zijn met goede vuur. Dat kun je ook eens voelen. Maar dit is toch alleen iets, ja, maar je kunt leren door dat heel, heel veel te doen. Dus dat kost u een fortuin aan eieren voordat je eigenlijk goed sabayon of... Ja, dan hebben al uw huisgenoten een leverziekte voor. Waarschijnlijk, als je dat dan elke keer nog moet opeten, dan is het helemaal klaar. Kijk, dit is nu het verschil met veel andere kookprogramma's. Dit is real-time, dus echt, dit is, je ziet wat er gebeurt, gebeurt ook hier echt. En dat vind ik belangrijk bij dit soort dingen, omdat die consistentie van zoiets toch... Ja, dat is toch anders dan dat je hier ineens... Dan ga je ineens de schuif overtrekken. Zo handig natuurlijk. Zo zou het er moeten uitzien als je 10 minuten geklopt hebt. Maar het is hetzelfde idee, bijvoorbeeld met sabayon. Want als je nu niet lang genoeg klopt en je denkt van... Oh, is dan... dan pak het niet. Maar dan gaat het terug uit elkaar, oké? Nee, nee, maar dan heb je niet te weinig binding. Dan heb je geen dikte. Dan blijft hem ongeveer deze dikte houden. Dat vuur mag zelfs een puntje omhoog. Dit wat je nu deed, Jan, mensen thuis krijgen wat veel... krijgen we brieven en mails. Ai. Niet, dat was voor te lachen eigenlijk. Hè. Dat was echt een zeer totaal onbewaakt moment. Ik denk dat ik zo voortdoen, ik zal het nooit meer doen. Maar wij koken maar hier voor onszelf. Hè. Dus het is niet dat hier een heel restaurant zit. Nee. Anders zou ik dat ook nooit gedaan. Ik ben blij. Er is natuurlijk wel een probleem, dan moet ik hem aan de onderkant van mijn pan gaan voelen. Nee, maar kijk eens hier. We hebben hier een hoop proeflepels. Dat kan ik niet omvoelen wat de bodem van de pan warm is. Zeg maar, je ziet dat ook. Zie je? Dat begint stilletjes aan strijpen te maken. In de bodem, hè? Maar voilà. Kunnen we eens zien, want we hebben hier een thermometer. Oeh. Maar ja, dan is dat meer zo wat apothekertje doen. Hè? Willen we eens zien op hoeveel... Ik wil zeggen, maar rap, want ik ben bijna klaar. Ja. Wil je dat zo rap meten? Ja, alt hem maar af, want ze hebben een ei. Ja, ze hebben een groen haren. En dat ligt er niet om mij. Ah, 51, ja, dat gaat traag. Ja, hij zit over de 60 graden. Ja, ik moet hem kloppen. Ja. Maar dat is geen... Dat kan niet. Dacht ik gewoon met mijn nek op. Ja, maar je kunt hier veel over graden. Zoveel graden van dit, zoveel graden van dat. We zullen dat eens controleren. Hè. Pas op, en Sif is een andere, hè? Ja. Oh, jammer. Eén keer wel, maar geen twee keer. Ja, die is me aangeplakt. Dus juist even tijd voor te zien dat hier niks fout gaat. Daar we zijn nu precies fout. De man in het circ met de borden of de stokjes, ja. Hè? Ja. Dat zeg ik altijd, dan heb je toch geen stress niet meer dat je in de keuken gewerkt hebt. De stress is weg. Ja. Zie, voilà. Hier zit die wei van onderin. In die pan. Ja. Dus van onder in die boter. Als je nu voorzichtig giet. En dat is het principe, gelijk een mayonaise. Ja. Dus gaat dat nu nog indikken door die boter? Ja. Kom eens kijken, dat is volop aan het indikken. Zie je dat niet? Zie je? En dan, nu zie je al die witte schuim van onder. Hè? In de pan van de boter. Hè? Ja. Dat is die wei. Met EI. Ja, en die gaan we eruit. En die blijft er gewoon in. Die blijft erin. Moet je daar niet op voorraad mogelijk mee gaan doen. En dan even laten terugpakken. En even terug, dan hebben we weer wat meer boter terug. Vanaf het moment dat je boter daarin komt, heb je ook geen enkel risico meer dat je eieren nog gaan aanbakken. Want die boter neutraliseert. Dus je kunt nu terug op vuur gaan? Nee, niet terug op vuur. Okay. Maar dan stopt het bakproces van de eieren. Wacht. Oh nee, dat kan niet. Ik pak die lepel. Oh, my. Long way to go. Hè? Ja, dat is lekker, maar heel neutraal, heel zacht. Heel, dat is de basis zelfs. Ja. Dus wat gaan we doen? Nu voor een gewone mousseline gewoon wat zout bij. En, beetje citroen. Beetje citroen, hè? Ja. Dan heb je een dat is lekker, hè? Ja, zeggen, een gewone mousseline bij dingen, hè? Bij een stukje gepocheerde vis. Dus je gepocheerde tarbot of kabeljauw en er gewoon een mousseline bij. Of
absoluut noodzakelijk ook bij een Boucher à la Reine. Helemaal afgewerkt met de kalfsvleesje en een truffeltje. En dan bij de saus, bij de gevogelde saus, nog een lipje. Dat is het. Voor nog een paar calorieken erbij te steken. Nee, voilà, de cholesterol, nog een klein beetje omhoog. Ja. Gewoon koninginhapje, ja. Is zo licht. Ja. Voilà. En dan gaan we er een klein... Voilà, dat is nu de mousseline. We gaan er een klein beetje mosterd bij doen. Voor mij moet dat nou niet overdreven veel zijn. Mm. Ja? Voor mij is deze eigenlijk goed. Hè? Maar ja, doet ze er allemaal bij. Doet ik zal er weinig bij doen. Maar een mousseline, inderdaad, is zo lekker. En dit is nu gewoon... mosterd is dat nu? Een graantjesmosterd. Een Franse graantjesmosterd. Ik denk dat dat genoeg was zijn. Ik vind dat wel, maar... Het is nog altijd heel zacht, hè, maar ik vind dat wel juist lekker eigenlijk. Ik ook. Voor mij is dat genoeg. Ja, nee, het mag, heel lekker. Mag je mosterd thuis worden. Klasse. Oh, en er komt niks meer bij van groene dingen of toestanden of lekker. Ik ga nog juist een beetje van die dingen hier. Ik heb hier wat bonen. Zeg, ja, maar nu, die saus zet in u neer, daar kan niks mee gebeuren. Kan niks mee gebeuren. Als je nu voorziet dat dat wat langer gaat duren voordat je saus gaat gebruiken, hè, ja. Dat is een hele goede tip. En dat is een tip dat ik van een kokende huisvrouw heb gekregen. Dat vind ik geweldig. En je zit thuis bezig en dat is klaar en je moet nog van alles doen. Doe dat in een klein thermosje, dat je dat speciaal verhoudt. En dan blijft dat op temperatuur. Want je kunt dat heel slecht doorwarmen. Je kunt dat niet op een heel laag vuurken. Nee, je kunt dat warm houden als het moet in een bain-marie. Hey, want dat is, Jan, dat is toch... Allee, uw volk zit aan tafel en het laatste wat je nog moet doen, is toch stress. Hè? Dat is toch leuk dat je dat een kwartierken op voorhand zou kunnen doen. Hè? Voor een gewone mens. Ik bedoel, niet voor iemand die... Alleen, maar ik wil maar zeggen, er zijn trucken voor. Er zijn dingen die je laatst moet doen en dingen die je eerst moet doen. Ja, dat is zoiets dat je zwetend in je keuken staat als dat laatste is wat je moet doen. Geloof me maar. Als niet professioneel, kan ik je dat garanderen. Vind je, hè? Ja, ja. Wat heb je helemaal gesneden? Ik heb een beetje bonenkruid, een beetje oregano en een beetje sariet gesneden. En dan zo. En dan haal ik door dat dit nog een klein beetje... Het is een overdaad aan groen dat we hebben in deze uitzending. Supergezond, deze. Ja, ja. De echt waar, dat is. Na deze aflevering kunnen we terug gewoon 10 keer een varkens ontspitten. Ja, het is gewoon dat soort programma's waar je zegt, er komen x aantal jaren jonger uit. Hè. Nu, dat heb ik ondertussen ook al geleerd. Voor mij zijn een portie zalm voor 2 man, hè, maar... Dat zal niet zijn, zeker. Ik vind dat een schoon stukje. Ja, een schoon stukje zalm, hè. Glas, hè. Voilà. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Wel, is mijn bord al vuil? Nee, maar ik heb niet graag vet op mijn bord. Ah, gaat even... Even doppen. Ja, ik snap het volledig. En dan gaat dit niet af, zo. Dus... En dan nog iets over tollige vet dat er toch nog... Dat halen we nog af, hè. Dus zo gezond zijn we. We zijn gewoon... Ik sta precies met Sonja Kimpen in de keuken vandaag. Ja. Amai, amai. Dat is een vergelijking dat ik ook nog nooit niet meer heb gekregen. Dat zal ook de laatste keer zijn, waarschijnlijk. Ik zal liever... Nee, er zijn 2 mensen die echt light koken. Dat is Sergei en Dominique Persoon. Hij is ook gekend voor zijn... Voor zijn heel lichte keuken. Ja. Want je vloog vorige keer hier door de keuken van lichtigheid. Zo licht. Ja, maar dat kan ik me eigenlijk niet helemaal voorstellen. Nu, alle gekheid op een stokje, maar dan zo'n gegrilde groentjes. Ik vind dat wel heel lekker. En dan hoeven er voor mij geen aardappelen meer bij te komen. Allee. Ja. Maar ik vind wel, Jan, als er zo niks van aardappelen of pasta bij is, dat is allemaal heel lekker. Ja, nee, ik niet. Maar zo na een half uur, dan krijg ik terug een hongerke zo. Ja, het is een petit creux, dat is een schoon woord. Maar je kent het. Ja. Dus dat vind ik het enige nadeel aan dit soort dingen. Ik heb daar nog een veel groter probleem. Ik krijg daar snacks. Zeg je dan iemand die de koelkast gaat plunderen? Ik krijg er hallucinaties van. Hallucinaties? Als ik van... En dan sta ik uiteindelijk, val ik toch op. En dan is mijn vrouw niet goed gezien. Dat dan ook nog? Ja. Ja, maar dat is wel geweten dat jij een beetje onder de sloef ligt. Hè. Dank u. Ik weet dan al welk nummer van uitzending dat ze niet moet zien. Ik ga... we gaan met die saus. Ja, past die er niet bij. Ja. Jan, dat is te... Nee, jawel. Zie je het even, hè. Gewoon dat doen.
En we gaan er een comic apart bij geven. Dat was ten einde origineel gepland. Ja, dat vind ik ook belangrijk. Je mag zelf in het scenario gaan zien. Dat klopt helemaal. Als ik zo op een restaurant zit en er is niet genoeg saus, dat is verschrikkelijk. Nee. En dan is dat zo'n geruststellend gevoel. Jo, dat is niet klaar. Als ik... Allee, goed, jongen. Dat is een saus kokje dat je zegt. Geef er dan nog een soeplepel bij, oké? Voilà, hè. Maar dan mag het goed gevuld zijn. Voilà. Ik kan niemand nog, als ze dan nog verzetten, dan ligt hij heel aanrecht vol. Voilà, inderdaad. Met toestand en een beetje poetsen zo. Voilà, oh. Ja, nee, er zit nog een druppel. Nee, dat moet goed zijn. Nee, dat moet juist zijn. Nee, hier, kijk. Ja, dat is een firme Porsche. Dat is toch een familie- en gezinsport. Ja. Voilà. Jan, kondig het af. Wat staat hier? Geroosterde zalm, maar laat ons zeggen zeer rosé geroosterde zalm op speciale aanvraag. Met geroosterde mediterrane groentjes bij, met venkel en paprikakjes en zo. En een Dijonnaise, een licht eiersausje met een beetje mosterd bij. En een veel te klein potje extra saus. Het ziet er toch lekker uit, we gaan er zo meteen... Het is weinig, maar het ziet er wel niet slecht uit. Het is weinig, maar het zou wel lukken. Het recept van dit fantastische gerecht vindt u uiteraard op njam.tv. Dank u wel voor het kijken. En Jan, dank u wel voor het koken. En ja, het ziet er fantastisch uit. Zullen we dat eens proberen? Hè? Ja. We gaan dat zelfs proberen. Ja. Maar ja, de mensen moeten eerst een tijd hebben om het te zien. Hè.